Goedemiddag allemaal. En dan zul je denken, middag? Waarom start je de vlog in de middag? Ja, het is nu vrijdagmiddag en ik bedacht me in één keer van, weet je wat, ik ga de vlog alvast starten. Ten eerste had ik daar heel erg zin in. En ten tweede heb ik een heel druk weekend voor de boeg. Waarin ik weet dat ik heel veel dingen niet kan gaan vloggen. Ik zal wel allemaal vertellen wat ik aan het doen ben. Maar ik denk niet dat ik heel veel beelden kan schieten. Dus ik dacht, ik begin gewoon lekker nu al. En ik ben, hoe laat is het inmiddels? Het is 3:10. Ik ben bezig geweest. Vanmorgen hadden we een belangrijke afspraak wat met ons trouwen te maken heeft. Dat vonden we allebei best wel spannend. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, maar daar vertel ik alles over in de bruiloftvideo. Ik denk dat die, nou, binnen nu en 3 weken zit hij er wel aan te komen, want jullie willen ook meer weten. Maar ik wil wel gewoon voldoende te vertellen hebben, dus die komt eraan. Toen ben ik bezig geweest met de artikel. Nu ben ik een beetje aan bezig geweest met het kijken naar bruiloftskaarten. Dus uitnodigingen, zeg maar, voor onze trouwdag. Voor de mensen die het niet weten, wij gaan 8 juni trouwen. Dus daar hebben we echt heel veel zin in. Dit jaar trouwens. Ik had eerst zoiets van, nou ja, ik wil de datum niet delen. Maar toen dacht ik later, ja, waarom ook niet? Waarom zou ik de datum niet delen? Dus jullie kunnen nu gewoon allemaal lekker meeleven. 8 juni is de grote dag. Verder mijn outfit van vandaag. Ik heb deze broek aan van de Perska. Nu mijn sokjes, maar net had ik natuurlijk schoentjes aan. Een wit shirtje en een spijkerjasje. Maar ik ga me zo alvast omkleden, want ik ga sporten. Ik ga eerst nog even boodschappen doen voor op mijn kantoortje. Dit wordt echt een duidelijk verhaal. Ik neem jullie wel gewoon mee en dan zien jullie het allemaal wel. En dan kan ik het beter uitleggen. En hoppa, omgekleed. Ik heb deze broek aan van Decathlon. Die vind ik trouwens echt super fijn. En hij was helemaal niet zo duur. Ik heb deze trouwens gekregen een keer van Decathlon. Toen voor een video die ik gemaakt heb. En die was gesponsord. Maar dit is absoluut niet gesponsord. Maar ik ben er echt gewoon oprecht blij mee. Dus dan vind ik het helemaal niet erg om hem nog een keertje te noemen. En het is gewoon een goede tip. Als je een Decathlon in de buurt hebt, ga er eens even kijken. Want ze hebben er echt budget goedkope kleding. Wat dus niet gesponsord is nu. Verder heb ik een vestje aan van Under Armour. Hier ben ik ook nog steeds super blij mee. En ik ga dus even sporten. Maar eerst gaan we naar de Albert Heijn. Ik zit in de auto en ik heb hier eens een monster voor onderweg naar de sportschool. Ik drink het niet zo heel vaak, maar ik probeer het niet te vaak te doen. Je moet jezelf er ook niet aan wennen, maar af en toe vind ik het toch wel heel erg lekker hoor. Hier zit dus cafeïne in en daar sport je echt zo lekker op, jongens. Zo, ik ben op mijn kantoortje. Ik heb onder andere een plantje gekocht en nog heel wat andere dingen. Want daar staan bijvoorbeeld producten en die vond ik hoog aan vernieuwing toe. Ik heb ook allemaal nieuwe folders besteld die daar komen. Want ik vind, af en toe moet je het gewoon even updaten. Ik wil ook eigenlijk hier aan deze grote blauwe wand, wil ik nog wat leuks hebben, sowieso dat bord. Wil ik daar ergens ophangen, maar ik wilde nog wat leuke dingetjes. Dus ik wil de komende tijd eventjes mijn kantoortje een remix, een update geven. Zo, kijk, ik heb daar een plantje neergezet. Hier zijn de producten vernieuwd. Ik ga eventjes laten zien, maar heel veel van de producten zullen jullie wel herkennen. Deze 2 ontbijtgranen, als mensen dus niet muesli willen, dus niet deze willen. Dit geeft altijd een beetje mijn voorkeur. Maar als je krokant wil, dan kun je die goed nemen. Deze, als mensen mayonaise willen, is natuurlijk nooit gezond, maar dan is deze een goed idee. Spa bruisend vind ik altijd ideaal. Dit is spa met een aroma. 2 verschillende soorten zero limonade zero. De Crystal Clear stond er al. Nou, voor het maken van pasta saus. Ik heb deze, de olijfolie spray. Die raad ik heel vaak aan, omdat je anders graag te veel of vaak te veel gebruikt. Dus die heb ik even staan. Ik heb hier 3 verschillende soorten naked repen. Als mensen wat makkelijks willen om mee te nemen, dan raad ik deze wel eens aan. Volkoren crackers, die stonden er al. Ik heb zilvervliesrijst erbij gezet, want dat vind ik heel belangrijk. Dat is gezonder dan witte rijst. Maar ik gebruik af en toe zelf ook wel witte rijst hoor. Snippers zijn ideaal voor mensen die bijvoorbeeld iets aan hun muesli of aan hun yoghurt willen toevoegen. En als mensen koolhydraatarm eten, dan is dat wel een goed idee. En dit stond er allemaal al. Verder, dit gaat weg. Dit zijn producten die je vaak gebruikt bijvoorbeeld bij ondervoeding. En dat kom ik gewoon heel weinig tegen. Dus ik heb zoiets van, nou ja, dat... Kijk, en wie we daar hebben. Als je het niet kan zien, dat is Sven. Hij staat wat... Wat is het, Sven?
drinken. Oh, een kopje koffie. Jij wil een kopje koffie drinken. Ja, dat is een heel goed idee. Ik kom er zo aan. Goed, we gaan door. Deze ga ik dus wegdoen. Want het is niet zo representatief voor de gemiddelde persoon die bij mij in de praktijk komt. Deze heb ik heel lang geleden gekregen als gewone olijfolie. Die kreeg ik een keer toegestuurd van een fabrikant. Maar ik vind het eigenlijk een beetje pointless om dit te hebben staan. Hij is trouwens houdbaar tot 9/2014. Maar het ziet er verder prima uit. Dit is een oude verpakking. Dus die is niet meer verkrijgbaar. En deze gaat ook weg. Want ja, iedereen weet tegenwoordig wel wat sojamelk is. En dat was een paar jaar terug nog niet altijd zo. Verder heb ik hier nog drie pakjes, de rest van de pakjes Naked Tape. Ik heb er net één genomen, want ik ga zo sporten en ik had wel trek. En deze ga ik lekker zelf opeten of er eentje aan Sven geven zo. Oh, en ik heb hier ook nog een plantje neergezet. Dat vond ik wel leuker uitzien. Maar goed, het moet dus even verder update geven. Als je nog tips hebt of zo, let me know. De heren hebben eventjes een Naked Tape gereviewd. Wat vinden we ervan, heren? Heerlijk. Een aanrader. Nou, geloof me jongens, net zeiden ze wat anders. Laten we daar maar op houden. Ik heb een warming-up gedaan, 10 minuten hard gelopen en daarna een circuittraining weer. Dus ik heb 10 oefeningen gedaan, telkens een minuut de oefening doen, dan weer 15 seconden rust. Dat heb ik dus 10 keer gedaan en 2 rondes. Ik zou liegen als ik zeg dat het weer heerlijk ging. Nee, het valt een beetje tegen. Ik zit nog niet in een sportvibe zoals ik hem van me gewend ben. Maar goed, dat komt vast wel weer. Nu ben ik eten aan het maken. Namelijk een ovenschotel. Super simpel. Ik heb gehakt. Daarna bloemkool. Verder heb ik aardappelpuree gemaakt. En dat gaat er overheen. En dan een klein beetje kaas. Niet het meest gezonde in mijn geval. Want gehakt is iets vetter. Vleessoort, maar goed, ik heb mager gehakt, dus oké. Maar kip is magerder bijvoorbeeld en tartaar is magerder. En ik heb gewoon aardappelpuree uit een pakje gebruikt, gewoon omdat ik heel erg lui was. Zelfs zo'n pakje met aardappelpuree voor ovenschotels, dat kun je gewoon koud maken en dan eroverheen doen, klaar. Je kan natuurlijk beter zelf aardappelpuree maken, maar goed, het gaat maar om een balans. Het hoeft echt niet allemaal altijd 100% gezond te zijn. Dit is hem uiteindelijk geworden. Kijk, wij gaan lekker eten. Goedemorgen lieve allemaal. Het is zaterdagochtend. Het is 8:55 en ik heb ontbijten gemaakt. 3 keer raden wat het is. Kwark met appel erin en kokoschips en pompoenpetjes en koek- en speculaaskruiden. Verrassend. Sven is al naar zijn werk, die moest vroeg beginnen. En ik dacht, ik ga er ook maar uit. Want mijn lieve moeder is hier zo meteen om 10:00. Mijn vader die zingt en die heeft een zangproject hier in Groningen. Dus die komen naar Groningen en mijn moeder had zoiets van, oh, dan gaan wij gezellig samen wat doen. En daar heb ik dus heel veel zin in. En vandaar ook, ik zie mijn moeder niet super vaak en zeker niet dat we echt een quality time dagje hebben. Dus dan wil ik niet de hele dag mijn vlogcamera erbij pakken. Dus vandaar dat ik gisteren al was begonnen met vloggen. Outfit of the day is heel simpel. Deze hele grote trui. Ik kreeg veel vragen van waar heb je hem gekocht? Nou, bij de Primark. En dan heb ik maatje XL genomen. Ik heb hier een rokje onder voor de zekerheid. Want sowieso XL is hier nou ook weer niet. De panty eronder. Nu nog mijn slofjes, maar straks gaan mijn schoentjes eronder. Ik ga dus nu ontbijten. En dan is mijn moeder hier al om 10:00. Wat belachelijk vroeg is, want ze zijn uit Horen moeten komen. Dus waarschijnlijk hebben ze om 8:00 zijn ze in de auto gestapt op zaterdagochtend. Dus props voor jullie. Ik ga nu ontbijten. Zo, mama is er. Hi, mama. Hallo. Hi. En wij gaan lekker een dagje doen waar we zin in hebben. Ja, we weten nog niet precies wat. Maar we lopen nu naar de stad. Ons plan is om eerst even te snuffelen bij de Primark. Want daar is het nu nog lekker rustig. Het is denk ik 11:00, 10:30, zoiets. Zoiets, ja. Ja, nog vroeg. En dan zien we wel. Alleen even kijken bij de Primark gaat natuurlijk nooit goed. Ik heb nu dit blouseje aan en ik vind hem echt best wel leuk. Volgens mij is hij 13 euro of zo. Ik vind hem best wel leuk.
Houston, we have a problem. Ik wilde dus echt gewoon niks kopen, eigenlijk. Maar deze is ook leuk. En ook 13 euro. Het is volgens mij gewoon hetzelfde model en een ander motiefje. Dus het wordt deze of deze. Ja, of misschien toch allebei. Het is maar 13 euro, jongens. Ik laat het nog weten. En deze, dit is een wat dikker stofje. Echt zo'n houthakkersblouseje-achtig. Niet echt mijn ding op zich. Maar hij is nu maar 5 euro. En mama zei, ja, hij staat je wel leuk. En toen dacht ik, ja, daar heb je wel een punt. Ik ben zo zakker voor shoppen. Dit was uiteindelijk helemaal niks. Ik weet niet wat ik dacht dat ik dat meenam. Deze jurk was ook niks. Dus, het is die, die en deze die ik heb aangetrokken. Ik twijfel of ze toch alle drie meegaan. Want deze, ik heb hem trouwens wel in een kleine maat. Die is nu 5 euro. We zien wel. En we hebben lunch met geitenkaas en cranberry saus. En een club sandwich. En deze gaan we delen. Ik wil graag weer in aanmerking komen voor de titel vlogger van het jaar. Ik heb echt vanaf de lunch niks meer gedaan. Maar ik maak het goed. We hebben hier Sven. Sven Hallo. In beeld is altijd goed, ja. Toch? Zeker de vrouwen, die kunnen we zo wel overhalen. Maar goed, papa is er inmiddels ook en Sven is er ook. Papa die staat nu eventjes bij de auto wat te halen. En we gaan nu met z'n viertjes lekker sushi eten. Nu is het wel echt lang geleden dat we dat is sushi... echt lang geleden. Ja, voor we ons zijn toen... niet echt scherp. Nee, we zijn echt totaal niet scherp. Hallo. Hallo. Maar ja, nou wordt hij weer scherp. Dat is echt lang geleden. Ja. Maar ik weet niet meer hoe het werkt. Nee, hè? We moeten misschien weer even instructie vragen. Maar we gaan dus sushi eten. Hallo papa. Hey, hallo. Ik moest een plas ontwijken. Een plas ontwijken? Een plas ontwijken. Oh jee, oh jee. Klingetje. Alsof er in een supermarkt wat omge... Die tip is ook wel leuk, hè? Goedemorgen allemaal. Het is zondagochtend of eigenlijk, nou ja, bijna middag. Het is 12 uur. Wij hebben lekker lui op bed gelegen. En na gisteravond was het super lekker. Niet dat we laat op bed zijn gegaan. Maar het was gewoon een hele gezellige dag samen met mijn moeder. En daarna sushi gegeten dus. Toen zijn mijn ouders hier nog even een kopje koffie komen drinken. En toen zijn Sven en ik nog eventjes Wie is de Mol gaan terugkijken op bed. En daarna zijn we lekker in slaap gevallen. En nu staan we op het punt om te gaan naar de verjaardag van ons neefje. Sven's zus heeft kinderen en de oudste daarvan wordt vandaag 4 jaar. Dus dat is super leuk. Daar heb ik heel veel zin in. We zijn vanochtend, wilden we gaan sporten, maar we hadden allebei weer echt geen zin. We zijn niet goed bezig, Svennie. Maar we hebben een nieuwe afspraak. Ja, we hebben een afspraak gemaakt dat we vanaf morgen gewoon niet meer gaan zeuren en gewoon lekker gaan sporten. Maar vanochtend hadden we allebei, ik zie er ook nu nog gewoon een beetje slaperig uit. En dus we hadden geen zin om te sporten en we zijn niet gegaan. De cadeautjes liggen hier al klaar. Oh, en hier trouwens de blouses die ik had gekocht. Deze dus en deze met ruitjes en deze die ik nu aan heb. Ik heb deze broek eronder aangedaan. Dit is een hele oude van de H&M. Deze schoentjes die zijn van de Sasha, die erbij. En nu kunnen we gaan. We gaan onderweg denk ik nog even een broodje halen bij het tankstation. Hè? Dat vinden we allebei heel erg lekker. En ik heb vanmorgen even een bakje met alleen kwark gehaald. Die Optimal kwark met koffie. Sven staat hier om achter mij een dansje te doen. Wil je die? Nee, die zien ze niet. Wil je die ook voor de camera doen? Ja, wil je een dansje doen? Hij rent heel hard weg. Maar goed, wij gaan onderweg. We gaan naar Leeuwarden. Ja hoor, daar is die weer. Mijn favoriete broodje van het tankstation. Een speldbol met carpaccio bij de Shell vandaan. Niet het allermeest gezonde wat je kunt eten. Maar voor op deze mooie zondag vind ik het helemaal prima. Nou, zoals ik al dacht, helemaal geen tijd en geen zin had om te vloggen. Want ja, ik wilde natuurlijk helemaal me focussen op die verjaardag en op mijn familie. Dat begrijpen jullie vast wel. Inmiddels zijn we weer thuis en heb ik me omgekleed. Ik heb namelijk zometeen een nieuwjaarsetentje met alle mensen die op sporttraject werken. Dus de sportschool waar ik werk als diëtist en als fitnessinstructeur. Ik heb dit shirtje aangetrokken, dit rokje erbij en deze laarzen. Ik heb er heel erg zin in. Ondertussen, Sven is samen met mijn moeder en met zijn moeder naar mijn vader gaan kijken. Want die gaat zeg maar... hij heeft dus gezongen het hele weekend. En wat hij geoefend heeft, dat gaat hij nu performen zeg maar in Groningen. Hier vlakbij waar wij wonen. Dus zij zijn daarheen. Maar ik kon helaas niet mee. Want het begon om 4:30. En ik moet om 5:00 in Glimmen zijn. Wat nog een kwartiertje rijden is hier vandaan. Een collegaatje van mij komt zo hierheen. Want die rijdt met mij mee. En dan gaan we dus gezellig eten met collega's.
hele goede morgen allemaal. Het is maandagochtend. Gisteravond was echt heel gezellig. Super lekker gegeten bij de Kastanjehoeve in Glimma. Was echt heel erg lekker. En ze hadden daar cheesecake, jongens. Oh, die cheesecake. Ik heb hem wel gefilmd volgens mij. Die was zo lekker. Echt. Maar ik had nog niet Instagram bekeken en met jullie gedeeld. Dus ik had zoiets van, nou, ik sluit morgenochtend de vlog wel af. En dan deel ik gelijk nog wat Instagram foto's die ik tegenkwam. Bijvoorbeeld deze van iamstuffed.nl. Zij heeft deze zouten ovaaltjes, deze dropjes. En die eet ik ook heel vaak. Want het zijn suikervrije dropjes. En dan krijg je gewoon minder calorieën mee naar binnen. Dus als ik bijvoorbeeld op een random woensdagavond gewoon zin heb in een snack, dan neem ik zo'n half zakje van deze dropjes. En dan heb je maar 100 calorieën binnen. Ik moet alleen zeggen dat ik van de zoetstoffen die erin zitten echt wel gasvorming in mijn darmen krijg. Dus dat is niet zo heel fijn. Goed. Lanouk post deze mango muffins. En volgens mij is dat ook echt een recept die ik een tijdje terug, of jaren terug heb gedeeld. Dus dat vind ik super leuk om te zien. Dan hebben we hier een foto van Jiska met 3 keer A en 2 keer X erachteraan. Zij is 10 kilo kwijt. Zegt ze, echt super goed gedaan. Je weet ondertussen wel, gewicht is voor mij niet het belangrijkste. Ik vind het veel belangrijker van, voel je je goed, zit je lekker in je vel en ben je gezond. Maar toch, ik vind het super leuk om te zien als jullie zulke mooie resultaten hebben. Dan, wat ik ook heel leuk vond, Sandra Stieding heeft naar aanleiding van mijn artikel, heeft zij een eetdagboekje bij gehouden. Omdat ze dat, om weer ietsje scherper, zeg maar, op haar voeding te letten. Ik schreef laatst een artikel over eetdagboekjes en vooral ook dat je dat gewoon in een schriftje, zeg maar, kan schrijven. En dan wil ik nog één foto delen, want ik kon gewoon niet kiezen. Die is van Live bij Annemijn. Ze mocht eindelijk weer hardlopen van de fysio. Maar het was maar 10 keer 1 minuut, maar ze was er super blij mee. En ze postte dus ook een hele leuke foto van zichzelf. En dat vind ik zo leuk om te zien. En ik weet als geen ander van hoe het is als je na een blessure gewoon weer kunt gaan lopen of kunt gaan sporten. Ja, dan ben je gewoon echt heel erg blij. Goed, dan bij deze ga ik deze rommelige vlog afsluiten van in totaal dus 4 dagen waarin ik heel random heb gevlogd. Ik hoop dat je het even goed leuk vond. Ik zou het super leuk vinden als je een duimpje omhoog geeft. Hier kun je je abonneren op mijn kanaal, dan zie je al mijn vlogs en andere video's voorbij komen. En hier kun je 2 andere video's vinden die je misschien leuk vindt om te zien. Ik wens je een hele fijne dag vandaag en ik zie je vrijdag weer met een nieuwe video. Doei doei!